Pantypooling blijkt in Enter nog niet zo populair als in Japan. Dat bleek zaterdag 4 juli bij de pantypoolingwedstrijden die elektronicazaak Dio hield aan de oude Deldenseweg. Slechts 2 deelnemers melden zich om aan de wedstrijd mee te doen. Zij namen het tegen elkaar op om de hoofdprijs in de wacht te slepen, een herenhorloge ter waarde van €750. Organisator Gerard Libbers van Dio gaf eerst een korte uitleg, waarna de 2 heren het tegen elkaar mochten opnemen. Na een korte strijd bleek de heer Schippers uit Enter winnaar te zijn. Toch zijn we heel tevreden. Het heeft ons in korte tijd weer heel wat klanten gebracht, al wilden die niet meedoen aan pantypooling. Maar dat geeft niets. Volgende keer bedenken we zo weer iets anders, aldus Libbers.